Volgens Vlaams parlementslid Ingrid Lieten van SPA krijgt de provincie een nieuw nekschot. Volgens haar pakt de Vlaamse regering de provincie Limburg nog eens 10 miljoen euro af. En dreigen jobs verloren te gaan. Het gaat om het geld van de dividenden uit de intercommunales. In de toekomst mogen provincies daar niet langer in zetelen. Lieten voelde daarover vanmiddag Vlaams minister Homans aan de tand in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering zadelt de provincie Limburg op met een nieuwe kater. Waar gaat het over? Het provinciebestuur zetelt al jaren in intercommunales als Infrax en Limburg.net. En nu is het zo dat mevrouw Homans uiteindelijk zelf beslist dat de provinciebesturen niet meer mogen zetelen in die intercommunale, dus geen aandeelhouder meer mogen zijn. In feite de verdere ontmanteling van de provincie Limburg, zegt Lieten, want Vlaanderen pakt ons opnieuw een heleboel geld af. De provincie krijgt als aandeelhouder ook een dividend van 10 miljoen euro. En die gelden worden in de provinciale dienstverlening weer omgezet naar de burgers van Limburg toe. In bijvoorbeeld ondersteuning van jeugdhuizen, in het verder ondersteunen van initiatieven rond armoedebestrijding of rond sport. Dus ik vrees dat de provincie weer in een positie gedwongen gaat worden dat zij mensen gaat moeten afdanken. Kan de Vlaamse regering dit zomaar? Is het niet aan de provincieraad om te beslissen over deelname aan een intercommunale? Volgens Lieten zet minister Homans ook de deur open voor privatisering. Wie moet dan de aandelen van de provincie overnemen? Wij hebben hier in Limburg er altijd voor gekozen dat wij dat zuiver zouden houden, dus niet zouden privatiseren. En dus ik heb nu wel vragen. Gaat mevrouw Homans ons nu verplichten om privépartners in huis te nemen? Dit is een nieuwe regelrechte aanslag op Limburg, zegt Lieten. Want eerder legde de Vlaamse regering ook al het provinciefonds droog. Ja, dan spreken we eigenlijk al over 16 miljoen euro op jaarbasis die Brussel uiteindelijk wegsluist uit Limburg. En dat kan toch niet de bedoeling zijn dat wij hier verarmd worden en dat middelen vanuit Limburg naar Brussel gehaald worden?